Ken je Molenaar? We praten met adviseur van Johan Cruijff, mag ik dat zo zeggen? U was vanochtend met hem bij de ondernemingsraad. Klopt. En helaas in het Parool vanavond dat twee kamers verderop staat de Raad van Commissarissen min Johan Cruijff te vergaderen over hoe zij een persbericht zouden opstellen waarin een terugtreden bekend werd gemaakt. Ja. Had het niet voor hand gelegen dat Cruijff daar ook eventjes naartoe was gegaan? Ja, als hij daarvoor was uitgenodigd wel. Maar ik heb begrepen van Johan dat hij daar niet voor uitgenodigd was. Dus ja, dat was voor ons ook een verrassing toen we daar eenmaal zaten. En de advocaat van de Raad van Commissarissen kwam binnen met de mededeling dat de Raad van Commissarissen had besloten zich terug te trekken. En wij wisten niet dat er toen een vergadering plaatsvond. Ja, goed. De andere partij denkt er heel anders over. Ja, dat heb ik begrepen. Laten we daar niet over hebben. Laten we over hebben wat nu eigenlijk. Want nu is er straks dus, weliswaar treden ze gefaseerd af. Dus het is niet in één klap een stuurloze club geworden. Maar binnen enkele maanden moet er toch iets nieuws zijn daar aan het hoofd. Nou ja, ik denk enkele maanden dat al wat overdreven is. Ik denk dat het wat sneller moet. Maar het gaat inderdaad gefaseerd. En een belangrijke instantie daarbij zal direct zijn de bestuursraad. Hè, die enkele weken geleden geïnstalleerd is. Onder leiding van Henny Henrichs, de voorzitter. En die hebben inmiddels ook een advocaat in de arm genomen. En die overleggen nu Wakkie en die advocaat met elkaar. Wakkie is de advocaat van de commissaris. Van de Raad van Commissarissen. En zij overleggen nu over de snelheid waarmee de vervanging gaat plaatsvinden. Ja. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Want het heeft lang geduurd. Ja, maar het duurt dus kennelijk nog steeds lang. Want je kunt nu toch ook zeggen, nou klaar nu. Nu is het afgelopen. Volgende week komt er een groep die de nieuwe Raad van Commissarissen benoemt en aan de slag. Nou, er zit een financieel belang achter. Dat stond ook in het persbericht. Er zijn wat contractuele bepalingen in sponsorcontracten. Die kunnen zich terugtrekken. Die nopen tot wat voorzichtigheid in deze, laat ik het zo uitdrukken. Maar ligt het niet ontzettend voor de hand, gelet op wat er nu gebeurd is, dat Johan Cruijff nu even de volledige ruimte krijgt om te laten zien wat hij wil? Exact. En dan kun je altijd over een jaar nog zien, als dat ook niet de goede weg is, dan doen we weer iets anders. Maar dat je nu even hem dat laat doen. Nou ja, dat is ook, laat ik zeggen, de insteek geweest ongeveer een half jaar geleden, toen het beleid afgestemd werd op de visie van Cruijff. De uitvoering daarvan liet de wensen over, dat hebben we gezien. Hè, dat plotseling Louis van Gaal en Sturkenboom werden benoemd, althans voorgenomen benoemingen. Dat was natuurlijk regelrecht tegen dat beleid in. En nu zijn we zover dat deze Raad van Commissarissen heeft vandaag dan gezegd, nou, we trekken ons terug. En dit is ook het moment om daadwerkelijk het beleid wat Johan voorstaat, om dat ook daadwerkelijk nu uit te gaan rollen met mensen die hij ogen staan. Ligt er nou nog een claim van Louis van Gaal eigenlijk? Dat heb ik niet zo begrepen. Dat nog kunnen? Of heeft Van Gaal gezegd? Nou, ik ken de inhoud van het contract niet. Maar ik heb mij destijds wel laten vertellen dat het een voorwaardelijke overeenkomst zou zijn. En in hoeverre dat zo is, weet ik natuurlijk niet. Ik heb het contract niet gezien. Maar ja, goed, u bent jurist. Maar u bent daar niet van op de hoogte. Ik ben niet op de hoogte van de inhoud van dat contract. Maar ik heb toen wel begrepen, toen dat speelde, dat de voorzitter, de president-commissaris ten Haven toen heeft verteld dat het om een voorwaardelijke overeenkomst zou gaan. Dus zouden zij aftreden, dan zou de overeenkomst geen doorgang vinden. Wat hebben ze vanochtend afgesproken? Zullen we dat de hele tijd houden vandaag? Wat is de positie van Cruijff eigenlijk? Want u zegt wel, hij moet die kant op. Hij moet het nu gaan bepalen. Maar wat is zijn positie? Is hij adviseur? Is hij? Johan is nu nog commissaris. Mm-hmm. En de bedoeling is nu dat deze Raad van Commissarissen zich gefaseerd terugtrekt. En in die fasering lijkt het mij vrij logisch dat Johan de laatste zal zijn die zijn zetel ter beschikking stelt. Dus eerst de vier anderen? Lijkt me evident. Maar goed, dan is er geen Raad van Commissarissen meer, zelfs als hij overblijft als enige. Of zegt die positie kan hij dan die mensen benoemen waarvan hij denkt die zouden Ajax kunnen redden? Jawel, op het moment dat, laat ik zeggen, de fasering houdt in dat er een aantal commissarissen één voor één worden vervangen door nieuwe commissarissen. En die nieuwe commissarissen, die dienen, denk ik, dat lijkt mij vrij logisch, dat die de goedkeuring meedragen en het consent van Johan Cruijff. Ja. Ja. En dat hij, van mee, dat hij als laatste zijn zetel ter beschikking stelt en daar ook iemand terechtkomt die hij in ieder geval daar wil hebben. Dat lijkt me. Bent u daarvoor beschikbaar? Nee. Dit wordt geregistreerd, hè? Dus ja, ik kunt weet straks dat ik plotseling als zegevierende directeur. Nee, ik heb dat al diverse keren geuit. Dat
Ik ga ervan uit dat er genoeg mensen zijn, genoeg capabele mensen die straks die zetels gaan vervullen. Ik ga me daar deze keer niet mee bemoeien. Dus ik stel jullie deze al gerust. Nee, want u bent medeverantwoordelijk voor de keuze precies van de commissaris. Dus, en dat schreef ik ook van alle daken. Deze keer zal ik me er niet tegenaan bemoeien. En ik denk dat er gewoon hele goede mensen zullen worden aangewezen. Klaar. Goed. Daar heb ik wel vertrouwen in. Nu is de inzet, dat was het aanvankelijk natuurlijk al, de hand van Cruijff. En die zal dan nu zichtbaar moeten zijn door heel worden Ajax heen. Vooral. Ja. Nou ja, goed, dat was toen eigenlijk ook al de inzet, alleen dat is mislukt. Het is niet goed gegaan, ja. Ja. Even los van, kunt u mensen noemen waarvan u zegt, dat zijn mensen die staan dicht bij Cruijff, hebben een autoriteit en zouden dat moeten doen? Ja, daar ga ik me niet aan wagen. Nee, echt niet. Nee. Er zijn al namen hier en daar genoemd. En ja, daar ga ik niet aan, want dan ga ik me er wel tegenaan bemoeien. Okay. En daar heb ik geen zin in. Nou, dan gaan we die namen allemaal ook niet noemen. Nee. Het gaat slecht als je op het voetbal, naar het voetballen kijkt. En dat is toch eigenlijk gewoon ook de lijn Cruijff. Want daar zitten toch gewoon. De opleiding is via Cruijff. Nee. De trainer heeft. De effecten, Jeroen, van die, laat ik zeggen, die opleiding en wat Johan voorstaat, die zijn pas over jaren merkbaar. Die zijn nu nog niet. Hoe lang? Laat ik zeggen, hoeveel jaren? Dat duurt wel een paar jaar. Voordat deze jeugdopleiding, zoals die nu aan de gang is, en datgene wat Johan voorstaat, voordat helemaal geïmplementeerd is en dat ze vruchten afwerpt. Nou, dan denk ik dat je zeker praat over een minimumperiode van 2-3 jaar. Dus dat de echte effecten zichtbaar zijn. Dat het Ajax beter gaat voetballen straks, dat is dus helemaal niet in vraken. Dat heeft hier niks mee te maken. Het korte termijn beter voetballen, het eerste elftal praat je dan over. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de genezing van de vele blessures die er nu zijn. Zoals je weet zijn er op dit moment 8 basisspelers zijn er buiten het elftal door overmacht. En ik denk als die snel genezen, dan doet Ajax weer mee in de top. Maar om de volgende stappen te maken naar echt het landskampioenschap en ook internationaal, dat je wat wil gaan betekenen, ja, dat gaat een paar jaar duren. Dat is vrij logisch. Hoe is het met de sponsors eigenlijk? De mensen die veel geld in de club stoppen, staan die achter deze nieuwe ontwikkeling? Ik heb begrepen van wel, want afgelopen zondag zaten wij met de oudspelers, dat heb je misschien gezien, in de Engelenbak. En een van de belangrijkste sponsors, Egon, heeft daar iemand van Egon heeft daar een keurig verhaal gehouden. En die stond in het hele debat neutraal en die heeft ons verzekerd dat ze bijzonder blij zijn met Ajax, nog altijd. En dat ze als sponsor zullen aanblijven, dus hartstikke goed. En heeft Cruijff nu gezegd, misschien in die gesprekken van vanochtend, van ik ga me er nu intensiever mee bemoeien? En het zal niet meer gebeuren dat mensen zeuren dat ik er niet ben of dat ik slecht te bereiken ben. Als ik nu de hand krijg, dan neem ik hem ook volledig, alle 5 vingers en dan ga ik aan de slag. Nee, maar dat is weer afhankelijk van die volledige hand krijgen. Ja. Weet je, daar is het van afhankelijk. En op het moment dat vertrouwen er is, nu, hè, en ik voel dat wel, in ieder geval bij de supporters en bij andere geledingen binnen de club. Vanmorgen ook de ondernemingsraad heeft zich in die zin geuit. Als daar iedereen achter staat, dan is het heilige geloof daar. Daar ben ik van overtuigd. Dus schaatsen zijn Ajax-supporters zeker? Hè? Want jullie zijn toch Amsterdammers allebei? Ja. Ja. Nog wel. Nog wel. Ajax-supporters, precies. Wat bedoel je daarmee? Nog wel? Nou, dus het gedoe, ik vind het niet leuk. Dus ik word er niet enthousiast op om Ajax te volgen met maar, dit maar wat er nu vandaag gebeurd is, geeft dat goede hoop? Nou, dat moeten we allemaal afwachten. Alleen even op de radio gehoord wat er gebeurd is. Het is de gefaseerd weggaan en dan gaat Cruijff mensen daar neerzetten die hij. Ik denk wel dat het erop vooruit zou gaan.